en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een leuke Get Ready With Me met 50 feiten over mezelf. Dit was een video idee van een van jullie. Ik ga voortaan even een screenshot maken wanneer ik een idee zie die ik ga doen. Want dan kan ik ook echt laten zien wie het vroeg. Ik vond het echt een superleuk idee. Het is een soort van Q&A video. Alleen bepaal ik soort van de vragen in plaats van dat jullie vragen insturen. Ik heb al een heleboel Q&A video's op mijn kanaal staan met echte vragen van jullie. Ik merk wel dat bij de Q&A's steeds een beetje dezelfde soort vragen worden gesteld. Dus ik dacht, ik ga deze 50 feiten over mezelf video maken. Want dan kunnen jullie me ook weer een beetje beter leren kennen. En misschien wat dingetjes ontdekken over mij die jullie nog niet wisten. Het heeft me echt een super lange tijd gekost om 50 feiten over mezelf op te schrijven. Want ja, ik had echt geen idee wat ik zou moeten vertellen. Maar ik heb ze nou allemaal opgeschreven. En terwijl ik praat over deze dingen over mezelf, ga ik mij ook opmaken. Ik heb een beetje een donkere look vandaag. Ik heb die gezien op Instagram en ik vond die look super mooi. Dus die look ga ik vandaag maken hier op mijn kanaal. Dus vind je het nu al leuk en ben je benieuwd naar alle feitjes over mij? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik zal jullie even de look laten zien die ik heb gevonden op Instagram. Is dit niet echt een prachtige look? Ik ga hier een beetje inspiratie uithalen. Het wordt een vrij heftige look. Dus ik ga beginnen met de ogen. Voor mijn ogen ga ik dit paletje gebruiken van Juvia's Place, de Nubian 2 palette. Volgens mij, ja. En dit is echt een prachtig, prachtig paletje. Hele mooie kleurtjes. Perfect voor een beetje donkere look die ik vandaag ga maken. Het is ook wel een beetje een herfst look. Dus ideaal voor dit seizoen. Dus we gaan inzoomen op de ogen. Voordat ik ga beginnen met de feiten, even wat informatie die misschien helpt als je mij nog niet kent. Mijn naam is dus Sarah Marieke. Ik ben 26 jaar en ik ben Marokkaans. Nou, let's begin. Ik ga mijn ogen primen met mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. En dan gaan we gelijk beginnen met feit 1 over mezelf. En dat is, ik ben heel erg vrouwelijk. Ik ben echt een meisje. Ik ben ook zo altijd geweest. Ik ben niet vroeger jongensachtig geweest of zo. Die verhalen hoor je ook heel vaak. Ik ben altijd een meisje geweest. Altijd met poppen gespeeld en dat soort dingen. Ik was altijd al geïnteresseerd in beauty. Ik ben nooit echt heel erg knap geweest vroeger. Ik was altijd wel een beetje, ja, laat ik zeggen, ik was nooit echt de knapste van de groep. Maar ik was wel altijd heel vrouwelijk, een meisje. En ja, mijn favekleur was ook gewoon roze. Ik was echt, ja, gewoon een heel cliché meisje. En zo ben ik nog steeds. Ik ben echt super, super vrouwelijk. Ik ga beginnen met deze donkere paarse kleur hier, je zebel. Omdat dit best wel vandaag een praatvideo is, kan het zijn dat ik af en toe vergeet te vertellen wat ik precies gebruik. Maar er staat sowieso een hele lijst beneden in de beschrijving onder deze video. Feitje nummer 2 over mij, die is iets minder leuk. En dat is dat ik jarenlang gepest ben. Ik ben echt gepest van, laat ik zeggen, groep 3 tot en met groep 8. Toen ben ik echt jarenlang gepest. Ik had ook niet echt vrienden. Ik had toen 1 vriendin gemaakt. Dat meisje lag ook niet echt heel erg goed in de groep. En toen hebben ze ook echt zo expres haar afgepakt van mij. Waardoor ik weer helemaal alleen was. En dit en dat. Dus ja, ik ben echt jarenlang gepest. Toen ging ik dus naar de brugklas. Toen werd het gepest wel iets minder. Maar ik hoorde er echt nog steeds totaal niet bij. Ik was echt wel gewoon, ja, ik was niet echt populair. Laat ik het zo zeggen. Ik wil er niet al te diep op ingaan. Want ja, het is echt een heel verhaal. Als jullie behoefte hebben aan een verhaal over mijn hele pestverleden, let me know. Want ja, als je zoveel jaren bent gepest, dan heb je een heleboel te vertellen. Dan heb je een heleboel verhalen. Er is heel veel gebeurd. Dus dat zou ik best wel willen doen in een video. Misschien ook fijn voor de meiden of jongens die nu ook worden gepest of wat dan ook. You are not alone. Nummer 3 bedoel ik. Is ik ben heel laat begonnen met make-up. Ik ben geen persoon die heel vroeg begon met make-up. Ik was wel altijd een meisje. Maar make-up was niet echt per se mijn ding al heel vroeg of zo. Ik ben echt pas heel laat begonnen met make-up. Ik begon met mascara en oogpotlood. Toen was ik ongeveer 16 of zo. Dat was al vrij laat. Want alle meisjes in mijn klas en zo droegen echt al wel gewoon een klein beetje make-up. En ik begon pas echt met de full face make-up, laat ik zeggen, 20, 21 of zo. Dus ik ben best wel een late bloeier omtrent make-up. En dat is best wel grappig aangezien ik nou, ja, van make-up mijn baan heb gemaakt. Feitje nummer 4, dat hangt ook een beetje samen met feit nummer 3. En dat is dat ik een late bloeiertje ben. Dus niet alleen met make-up, maar met alles. Ik ben best wel lang, ja, heel erg kind geweest. Maar niet echt alleen op die manier, maar ook echt lichamelijk ben ik een late bloeier geweest. Ik werd pas heel laat ongesteld. Ik heb heel lang geduimd, terwijl iedereen al was gestopt met dat en dat soort dingen. Dus ik ben best wel een late bloeier in heel veel dingen. En dat is ook echt geen probleem. Ik weet ook dat iedereen
in de vierde klas of zo echt al wist wat je wilde worden. En ik had echt geen idee. Ik wist ook niet wat mijn kwaliteiten waren. Daar ben ik allemaal pas veel later achter gekomen en zo. Dus ja, ik ben best wel gewoon een laat bloeiertje. Waar echt helemaal niks mis mee is. Dus als jij dat ook bent, maak je niet druk. Je bent niet de enige. Ik vind dat qua schoolsysteem alles veel te snel gaat. Je moet echt al veel te vroeg bepalen wat je nou precies wilt worden en zo. Ik vind dat echt best wel belachelijk. Veel kinderen weten het al heel vroeg en dat is ook heel top. Maar je hebt ook heel veel kinderen als mij. En ik heb het gevoel dat de meeste kinderen een beetje zijn als mij. Dus ja, ik wist met mijn 14 jaar niet wat ik wilde worden. Ik kon nog net 1 plus 1 is 2 weten. Nummer 5 is, ik wilde altijd dierenarts worden. Dierenarts stond echt nummer 1 op mijn lijst om te worden. Ik hou heel erg van dieren. Ik haalde gewoon echt plezier uit gewoon met een dier zijn, met een dier praten, knuffelen, aaien. Ik ben gewoon altijd obsessief geweest met dieren. Ik vind het ook allemaal super cute. Ook gewoon alle dieren. Ik ben niet per se een hondenmens of een kattenmens. Ik heb nu een kat, maar ik zou ook dolgraag een hond willen. Alleen dat mag niet van mijn moeder. Anders had ik nou echt zeker een hond gehad. Maar ik hou van dieren. Ik ben echt obsessief. Dus ik wilde altijd dieren helpen. Dus wilde ik dierenarts worden. Helaas was ik toen nog niet echt op de hoogte van het feit dat je voor die baan super, super lang moet studeren. Ik ben gewoon een mbo-kind. Ik heb niet HAVO gedaan, maar HBO of, en dan naar de universiteit en zo. Dus als ik dat zou willen doen, dat zou betekenen dat ik eerst mijn mbo moest afmaken, 4 jaar. Mijn HBO moest doen, 4 jaar. En dan ook nog eens 4 jaar naar de universiteit moest. Nou, ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Dus ja, helaas is die droom niet uitgekomen. Feit nummer, even kijken, waar ben ik nou? Oh, feit nummer 6 is, ik stotter. Je hebt het misschien al wel een beetje doorgehad als je me al heel lang volgt, maar ik knip heel veel in mijn video's. Ik knip ook meer dan een normale persoon, omdat ik dus stotter. Dus ik moet heel vaak dingen knippen waarbij een normaal persoon die gewoon, ja, normaal praat, dat niet hoeft te doen. Waardoor mijn video's editen mij ook een stuk meer tijd kost. Wat ik echt geen probleem vind, want het is niet heel heftig. Ik stotter niet echt heel heftig. En het meeste knip ik ook eruit. Bijna alles knip ik eruit. Want ja, het is niet fijn om naar een persoon te luisteren die heel tijd blijft vasthaken. Maar ik kan niet altijd alles eruit knippen. Dus je kunt het misschien al een beetje door hebben gehad. Ik heb het ook gewoon wel eens verteld. Daar niet van. Maar ja, ik stotter. Vroeger was het echt heel heftig. Vroeger bleef ik echt gewoon af en toe gewoon een minuut haken midden in een zin en zo. Dat is nu gelukkig niet meer. Ik kan gewoon normaal praten. Als het ook echt, echt moet, kan ik het ook gewoon eventjes niet doen. Maar dat kost mij echt superveel moeite. Dat deed ik vaak als ik graag een baan wilde en ik had een sollicitatiegesprek, dat soort dingen. Dan zorgde ik ervoor dat ik in dat gesprek gewoon normaal kon praten. Maar dat kost mij zoveel energie. Dat is niet te doen voor mij. Hele dag door gewoon op een dagelijkse basis. Ondanks dat heb ik mij dat niet laten stoppen. Want ja, je kunt denk ik wel begrijpen dat als iemand een spraakprobleem heeft, video's maken niet het eerste is wat op de lijst staat. Ondanks dat had ik gewoon iets van, weet je, het is niet zo heftig. Ik kan ook gewoon knippen en plakken. Mijn zus zei ook van, zij zo, maak die video's gewoon. Doe gewoon op je gemak. Als je blijft vasthaken, blijf gewoon lekker vasthaken. Als je een woord niet kunt zeggen, zeg het gewoon niet. En knip het gewoon allemaal eruit. En dat klopt ook. Ik kan gewoon alles knippen en plakken. Dus uiteindelijk heeft het niet echt impact op mijn video's, maar af en toe is het wel een beetje vervelend, vooral omdat ik dus veel moet praten. Dus ja, dat wel, maar ja, uiteindelijk moet je bij elke baan wel veel praten. Dus ja, maar ja, dat is ook wel een feitje over mij die leuk is om te weten. Gelukkig is het nou wel echt een stuk minder. Nu ook als ik praat, kan ik gewoon smooth alles gewoon in 1 keer uitspreken en zo. Ene keer is het heftiger dan de andere keer. Dat verschilt ook. Je kunt ook in mijn video's zien, als je wel eens een video bekijkt van mij en je hebt iets van, oeh, ze knipt best wel veel op vreemde tijdstippen. Dus echt ineens midden in een zin is er geknipt. Dan weet je dus al, oké, daar ging er iets mis met praten. Maar ja, helaas kan ik er niks aan doen. Dus het is wat het is. Ik doe echt mijn best om zo goed mogelijk en normaal mogelijk te praten. En zo goed mogelijk te knippen. Zodat jullie er niet al te veel last van hebben. Maar ja, dat lukt gewoon niet altijd. Oké, even kijken. Ik heb nou een hele mooie paarse smoky lookje gemaakt. I love it. Ik heb letterlijk alleen maar die kleur gebruikt. Om het te blenden en gewoon ook gewoon hier zo aangebracht. Ik denk dat ik nog even een beetje met mijn vinger hier iets meer aanbreng om het weer een beetje donkerder te maken. Want als je blendt, dan blend je ook altijd een beetje de kleur weg. Ik houd gewoon vandaag mat. Rare mensen. Ik maak echt nooit matte looks.
Dus bij deze, voor de mensen die houden van matte ooglooks. Hier heb je één keer een matte ooglook van mij. Ik ga een beetje eyeliner aanbrengen. Daarvoor gebruik ik mijn NYX Epic Liner in de kleur zwart. Ik kan dit niet doen en praten, dus ik ga dit gewoon even snel doen. Als mascara gebruik ik deze groene Princess Lash mascara van Essence. En we gaan verder. Feitje nummer 7. Ja, dat hangt ook een beetje samen met feit nummer 5. En nummer 7 is, ik hou van dieren. Heb ik net ook al verteld toen ik vertelde dat ik dierenarts wilde worden. Mijn liefde voor dieren is er echt nog steeds. En feit nummer 8 heeft daar ook weer iets mee te maken. En dat is, ik heb een kat en die heet Susu. Grappig verhaaltje hoe ik die kat heb gekregen. Ik mocht van mijn moeder absoluut geen kat. Mijn moeder is niet per se een dierenpersoon. Ze is ook absoluut niet anti-dieren. Ze is er gewoon neutraal in. Maar mijn moeder gaat elk jaar 6 weken op vakantie naar Marokko. En dan ben ik altijd alleen. En toen heb ik besloten, weet je wat? Ik haal gewoon stiekem een kat. Ik dacht, ja, straks komt ze thuis. Zij gaat die kat sowieso niet wegdoen. Ik wist dat gewoon. Zij bluft altijd. Zij kan dat niet over haar hart halen. Dus ik heb gewoon die kat gehaald. Susu was in een nestje. Ik wist alleen, ik wilde een zwarte kat. Ik wilde heel graag een zwarte kat. En er was een nestje van iets van 8 zwarte katten. Nou, ik daarheen gaan. Ze waren er allemaal nog. Dus ik mocht gewoon, ja, zien welke ik wilde. En er was één van die katten zat heel zielig achter de deur. Zat achter de deur verstopt. Terwijl de rest was daar gewoon normaal aan het zijn. Eén katje was super sneu zo verstopt achter de deur. Beetje bangig. En ik dacht gelijk, ja, ik wil die kat. Die kat wil ik, want ik vond het sneu. Ik herkende ook een beetje mij in die kat van vroeger. Hè, dat ik ook altijd een beetje zo niet bij de groepen hoorde en zo. En ik wist ook dat juist de meeste mensen niet zouden gaan voor de kat die verscholen zit achter de deur. En dan zou die gewoon overblijven. Dus ik dacht, weet je wat, ik neem gewoon die kat. En ik ben super blij geweest met die beslissing. Want Susu is echt de meest lieve, rustige kat ever. Hij is super lief. Hij is best wel gewoon een loner. Hij is echt op zichzelf de hele dag door. Nou zit hij ook hier achter mij gewoon te slapen. Hij is super lief. Hij miauwt echt nooit, mensen. Heb je ooit een kat gezien die nooit miauwt? Mijn kat miauwt echt nooit. Hij is super rustig, super lief. Echt een schootkatje en I love him. Als nep wimpers ga ik mijn faves opdoen. Deze van de Primark in de stijl 730. Ben ik weer. Wimpers zitten erop. Nou ga ik beginnen aan het gezicht. Ik ga mijn gezicht primen met deze Smashbox Primer Radiance Primer. Oké, feit nummer 9 is ook wel een ironisch feitje. En dat is dat ik op dagelijkse basis geen oogschaduw draag. Je zult nou wel denken, oké, dat had ik absoluut niet verwacht. Wat ik ook begrijp, want online maak ik altijd de meeste heftige ooglooks. Ik moet ook zeggen dat make-up een beetje voor mij een crea-bea uitlaatklep is. En ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En om het te plaatsen online en aan jullie te laten zien. Maar gewoon everyday, als ik mij opmaak, 9 van de 10 keer draag ik helemaal geen oogschaduw. Ik maak gewoon een wing en nep wimpers en wel echt zo'n full beat gezicht. Want daar hou ik wel echt gewoon van glam. Maar heel vaak sla ik gewoon de oogschaduw gewoon over. Dan heb ik gewoon geen zin of zo. Nummer 10 is, dat is, ik hou van superheldenfilms. Marvel, DC, I'm a total geek. Dat is misschien ook iets wat je niet zo 1, 2, 3 achter mij had gezorgd. Altijd wanneer ik het iemand vertel, zijn mensen ook gewoon altijd compleet in shock. Van, oh mijn god, dat had ik zo niet achter jou gezocht. Ook altijd wanneer ik naar die films ga in de bioscoop en zo, ben ik ook echt bijna de enige persoon in de zaal die er zo uitziet. Echt een meisje make-up op en dat soort dingen. Voor de rest zie ik altijd vooral mannen. Vooral een beetje nerdachtige jongetjes en dat soort dingen. Ik val altijd best wel op. But I like it. Ik hou gewoon van superheldenfilms. Ik hou van fantasy. Ik hou van dingen die niet echt kunnen en zo. Ik vind dat gewoon heel leuk om te zien. Nummer 11 is, ik kan niet rekenen. Wiskunde en rekenen. Ik ben heel erg goed in taal. Ik had ook op school vrijstelling daarvoor. Want zo goed was ik erin. Ik ben heel goed in Engels ook. Maar rekenen, vooral hoofdrekenen. Echt, jongens, af en toe moet ik gewoon 8 keer 6 doen. En dan weet je, ja, als ik nu denk 8 keer 6, weet ik het gewoon echt niet. Dan moet ik echt gaan nadenken of ik moet mijn rekenmachine erbij halen. Rekenen, ja, jongens, I cannot gewoon. Nummer 12, en die is gewoon heel, ja, dat is gewoon even een fun fact.
En dat is mijn lievelingskleur roze. Ik hou van roze, is altijd zo geweest. Ik hou niet zo van felroze. Ik ben echt wel een beetje een pastel babyroze persoon. Ik hou niet van het hele felroze. Maar mijn fave kleur is ook roze in mijn slaapkamer. Voor de mensen die mijn slaapkamer makeover video hebben gezien. Ik heb ook heel veel roze accenten en zo. Ik vind dat echt prachtig. I love it. Feit nummer 13. En dat weten een heleboel mensen allemaal. Dus zullen vast ook mensen zijn die het niet weten. En dat is, ik heb een pleegzusje. Dus ze is niet mijn biologische zusje. Ze is mijn pleegzusje. Ze is soort van geadopteerd door mijn moeder. Het is geen officiële adoptie, want anders was het mijn adoptiezusje geweest. Het is echt pleegzusje. En zij heet Siham. Ze woont hier al echt een aantal jaar. Ik weet niet precies hoeveel jaar. 6 jaar of 7 jaar. En ik zie haar ook gewoon als mijn normale zusje. Nummer 14 is ook een beetje een fun fact. Waar ik een tijdje geleden achter ben gekomen. Want ik dacht dat iedereen dit kon. Maar kennelijk niet. En dat is, ik kan mijn hele rug aanraken. Is heel grappig, heel random. Maar een heleboel mensen kunnen niet hun hele rug aanraken. Als ik mijn hand zo doe en mijn andere hand zo onder, kunnen mijn handen elkaar aanraken. Ik kan letterlijk bij mijn hele rug. Ook altijd wanneer ik bruin met mijn bruiningsmoes, kan ik gewoon mijn hele rug ook gewoon bruinen zonder enige issues. Ik kwam er dus achter dat het iets bijzonders is. Want ik had een vriendin die kan dat gewoon niet. Zij kon niet zo haar handen aanraken op de rug. Dus dat vond ik wel grappig. Dus dat is wel een fun fact. Zijn er meer mensen die ook hun hele rug kunnen aanraken? Ik ben heel benieuwd. 15. En dat is, ik heb super dunne polsen. Ik heb echt een dunnere pols, smallere pols dan gemiddeld. Vroeger, nu kan dat niet meer, want er is nou zo'n klepje voor inbraak. Maar ik kon de deur open doen door met mijn hand in de brievenbus te gaan en dan zo de deur van binnen open te doen. Helaas kwamen we mensen erachter en toen werd er hier ingebroken. Ook op die manier, die persoon had kennelijk ook een hele dunne pols. Maar het moet echt dun zijn, want mijn moeder kon het niet, mijn zus niet, niemand behalve ik. Maar nou kan dat niet meer, want nou hebben we daar zo'n klep gezet, waardoor dat geen optie meer is. Nummer 16 is, ik ben 1 meter 64 lang. Veel mensen denken altijd dat ik best wel lang ben, maar dat ben ik echt totaal niet. En ik heb schoenmaat 38. Heel cliché. Elke vrouw heeft die schoenmaat. 17. En dat is, ik werk niet in het weekend. Je zult nou misschien wel denken, oké, Sarah, zoveel mensen werken niet in het weekend. Daarom is het ook het weekend. Maar ik werk voor mezelf. Dus ik heb geen baas. Ik heb geen vaste uren. Ik heb geen 8 tot 5 dat ik dat elke dag moet doen. Dus als jij geen baas hebt, moet jij dus jouw baas gaan zijn. Dus je moet echt een aantal rules opstellen. Anders slaat je door. Dat had ik dus in het begin. Ik sloeg door. Ik werkte gewoon mijn kant elke dag. Elke dag was ik video's aan het maken, make-up looks aan het maken en ik had gewoon niet meer echt dat ik echt gewoon niks deed en dat soort dingen. Dus toen heb ik ook echt een rule gemaakt. Oké, Sarah, je weekend werk je gewoon niet. Maandag tot en met vrijdag doe je al jouw dingen. Je video's, je make-up looks, je samenwerkingen en dat soort dingen. En weekend werk je gewoon niet. En daar hou ik me ook echt aan. Feit nummer 18. En dat is dat ik ooit een webshop heb gehad met kleding. Dit was echt, dan praat ik echt over super lang geleden. Toen zat ik ook gewoon nog op school volgens mij. But I'm not sure. Toen had ik ook nog mijn hele kanaal niet en niks. En toen had ik gewoon besloten dat ik een webshop wilde. Nummer 19 is ook wel een beetje ironisch. En dat is, ik ben niet creatief. Ondanks dat ik heel veel crea-bea looks maak en dat soort dingen, 9 van de 10 keer haal ik mijn inspiratie uit andere mensen. Ik kan niet van scratch iets bedenken. Kan dat gewoon niet. Mijn zus is het wel. En zij kan het wel. Zij kan van scratch gewoon random iets bedenken. Ik ben niet creatief. Ik kan niet gewoon random iets bedenken. Nu met make-up kan ik dat wel, omdat ik het al jaren doe en dan gewoon al heel veel dingen weet en heel veel dingen heb gezien bij anderen waardoor ik het kan bedenken. Maar ik kan niet gewoon from scratch iets bedenken. Ik ben niet creatief. Dat is echt heel ironisch, maar ik ben het gewoon niet. Nummer 20, en dat is, ik heb lange benen. Ik ben geen lang persoon, maar ik heb wel lange benen in verhouding met mijn lichaam. Mijn benen zijn super lang en mijn torso is super kort. Dat is ook de reden dat ik mijn hele rug kan aanraken, want het is allemaal super kort. Dus in verhouding zijn mijn benen heel erg lang voor mijn lichaam. En is dit hier gewoon heel erg kort. Dat is best wel apart. Feitje nummer 21 en dat is, ik eet geen vis. Ik heb nooit vis gegeten, al van kleins af aan niet. Mijn moeder wilde mij af en toe in de val lokken en dan had ze
eten gemaakt. En ze deed dan alsof het vlees was, maar het was gewoon vis. En ik had het ook gewoon gelijk door. Dus ik eet al mijn hele leven geen vis. De enige vis die ik eet zijn garnalen en mosselen. Ik weet niet waarom, ik vind die gewoon heel lekker. Maar voor de rest, ik eet gewoon geen vis. Feit nummer 22 is best wel sneu, maar ik heb ooit mijn hamster verdronken. Het is echt heel... Het is niet om te lachen, maar het is grappig en sneu at the same time. Ik had dus vroeger een hamster. Ik was toen echt nog heel jong. En ik en mijn vriendin wilden die hamster gaan wassen. Want wij vonden hem vies. Ik weet niet waarom, maar wij wilden hem wassen. En hij was echt super klein. Het was echt zo'n kleine mini hamster. En toen hebben we hem dus per ongeluk verdronken. Kennelijk was er allemaal water in de longen gekomen. Toen heeft ook mijn moeder echt een dierenarts gebeld. En die arts zei ook van, ja weet je, we kunnen een soort van operatie doen. Het gaat waarschijnlijk niet lukken. De operatie was ook heel duur. En de hamster was like 2 euro. En de operatie was echt like 100 euro. Ik was gewoon al in, hè. Ik zei gewoon, doe maar gewoon. De arts zei ook van, ja, het heeft echt totaal geen nut. Dus ja, toen is hij helaas dus eigenlijk gewoon verdronken. Echt super, super sneu. Nummer 23 is, ik heb heel vaak lichaamsdelen gebroken. Ik was altijd een heel onhandig kind. Ik viel heel vaak. Ik stond ook weer op, hè. Ik was echt niet van te huilen. Ik kon mijn hele been hebben gebroken. Opstaan en doen alsof er niks aan de hand was. Zo was ik. Zo ben ik nog steeds wel. Dus ik heb heel vaak iets gebroken. Ik heb mijn teen gebroken, mijn arm gebroken, mijn been of ja, mijn voet gebroken. Ik heb heel vaak lichaamsdelen gebroken. Nummer 24 en dat is, ik ben een heel impulsief persoon. Altijd zo geweest en zo ben ik nog steeds. Ik ben echt heel impulsief. Ik doe dingen heel snel. Ik denk niet over na. Vaak is het niet goed, maar af en toe ook wel. Impulsief zijn wordt vaak gezien als echt iets heel slechts. Maar zo slecht is het allemaal niet. Door mijn impulsiefheid, of hoe je het ook zegt, heb ik gewoon een heleboel dingen gedaan. Ben ik ook ingeslaagd die andere mensen misschien niet zouden hebben gedaan. Heel vaak had ik ook iets van, oké, hier had ik misschien iets beter en langer over na moeten denken. Maar 8 van de 10 keer zo komt het gewoon uiteindelijk gewoon weer goed. Mijn hele kanaal ben ik ook super impulsief begonnen. En dat soort dingen. Dus ja, ik ben best wel een impulsief persoon. Even een beetje fixing spray sprayen. Mijn Maximo fixing spray. Oké, we zijn op de helft. Nummer 25. En dat is, ik ben verslaafd aan Taco Bell. Je hebt dat niet op veel plekken. Volgens mij alleen maar in Brabant. Dus niet Taco Mundo, maar echt Taco Bell. De echte, echte Taco Bell. Wij hebben die hier in Brabant. Maar je hebt hem niet op veel plekken, hoor. Maar echt verslaafd. Iemand heeft me daar ooit heen gebracht. Heel grappig, maar in het begin vond ik het helemaal niet zo lekker. Alleen toen ben ik vaak gegaan. En nou, de grill stuffed burrito menu is altijd wat ik bestel met nachos en dan zo'n burrito. Gisteren nog besteld. Ik ben op dieet, dus dat mag helemaal niet. Wat ik dan altijd doe, is dat ik mij gewoon helemaal uithonger en niks eet en dan gewoon dat eet. En dan zit ik nog onder mijn calorieën. Dat is wel heel ongezond, maar oké. 26 is, ik heb al vanaf mijn geboorte een dekentje. Dekentje, hij heet Manta. Manta is in het Marokkaans deken, maar hij heet ook echt Manta. Dat is ook echt zo zijn naam. Dus het is een beetje alsof je je kat kat noemt. Snap je wat ik bedoel? Ik moet die gewoon altijd hebben als ik reis naar een ander land. Dan gaat hij ook mee. Die deken moet ik hebben, anders is slaap ik gewoon niet. En ja, die heb ik al vanaf dat ik ben geboren. Feit nummer 27. En dat is, ik ben nog nooit naar Parijs geweest. Ik ben 26 jaar en ik ben nog nooit naar Parijs geweest. Nog nooit. Oké, even kijken. Ik wil dus op mijn onderste wimperrand groen aan gaan brengen. Ik heb dit kleine mini paletje van Elf, de Bite Size Palette, in de kleur Jalapeno. En ik denk dat ik deze groene kleur ga aanbrengen hier zo op de onderste wimperrand. Nummer 28 is, ik hou van kip. Laatst zei nog een vriendin van, oh mijn god, Sarah, elke keer als wij uit eten gaan, eet jij gewoon kip. Maar ik hou gewoon van kip. Is dat raar? Ik ben echt een kippersoon. Kip saté, kipfilet, alles met kip is gewoon mijn ding en ik weet niet waarom. Er is geen soort kip die ik niet lust. Feit nummer 29 en dat is, ik draag geen echt bont en geen echt leer. Ook niet als tas, ook niet als schoenen, als helemaal niks. Want ik ben gewoon tegen echt bont en echt leer. Waarom? Ja, the obvious reason. Dieren, ik weet, ik eet vlees, bla bla. Ik vind dat echt totaal niet hypocriet. Ik vind het altijd zo raar als mensen dat hypocriet vinden, want
is het gewoon alles of niks? Is het of je doet alles of je doet niks? Dat vind ik niet. Je kunt ook een deel doen. Je kunt ook een deel bijdragen. En dat is dus mijn bijdrage. Ik moet even de mascara primer een beetje laten drogen voordat ik inga met mascara. Dus we gaan verder. Nummer 30 is een feitje waar ik heel trots op ben. En dat is mijn snelheid is hoogbegaafd. Ik ben vroeger echt op alles getest. Mijn moeder is zo'n moeder die haar kinderen op alles laat testen om te zien of er iets mis is of whatever. Dus mijn IQ is ook getest. IQ wordt op meerdere dingen gedaan. Dus je hebt niet gewoon één IQ, maar per... Ja, ik weet niet hoe ik het uitleg, gewoon per ding. En mijn snelheid was hoogbegaafd. De rest is gewoon allemaal normaal. Ik heb gewoon een normaal IQ. Maar mijn snelheid was hoogbegaafd. Wat dus inhoudt dat ik dingen snel doe en goed doe. Als je dingen snel doet en niet goed doet, dat maakt je jou niet hoogbegaafd. Het hoogbegaafde deel is dus dat ik het ook goed doe. Ik praat ook snel. Die reactie krijg ik echt 500 keer per video. Ik weet het jongens, ik praat snel. Maar mijn snelheid qua praten is niet het enige. Ik ben snel in mijn doen en laten. Ik ben snel in denken. Ik ben snel in lezen. Ik ben snel in alles. Ik had ook vroeger heel vaak op school, dan hadden we een proefwerk. En wie was als eerste klaar? Moi. Ik was af en toe zo vroeg klaar, zo vroeg, gewoon zo snel, dat ik het gewoon verschut vond en dat ik gewoon deed alsof ik nog niet klaar was. En dan pas wanneer iemand anders opstond, dan pas stond ik ook op. Terwijl ik was echt al lang klaar. Ik had ook heel vaak dan was ik vroeg klaar en dan zei ook de juf of de meneer van, heb je het wel goed gedaan? Mensen gaan er dan vanuit dat je het niet goed hebt gedaan, terwijl... Ik heb het gewoon goed gedaan. Ik ben gewoon heel snel. Ik lees ook heel snel. Ik kan een heel stuk tekst super snel lezen. En dan heb ik het ook echt goed gedaan. Ik heb niet een deel overgeslagen. En ik ben ook gewoon snel in mijn doen en laten. Ik ben gewoon een heel snel persoon. En ik kan er ook niks aan doen. Veel mensen zeggen ook, Sarah, praat eens wat rustiger. Dat kan ik niet. Dat kan ik doen voor eventjes. Kijk, nou ga ik erop letten. Kijk, nou praat ik een stukje slomer. Hoor je dat? Maar dan moet ik er heel te op gaan letten. Dat is gewoon niet hoe ik praat. Ik ga even mijn gezicht bronzen met mijn Fave 11 bronzer. Nummer 32. En dat is, ik kijk al mijn hele leven Dr. Phil. Met mijn hele leven bedoel ik echt letterlijk mijn hele leven. Oh my god. Al vanaf dat ik het mij gewoon herinner, kijk ik al Dr. Phil. Ik vind dat gewoon super leuk. Ik vind het gewoon leuk om andere mensen hun issues te zien. En dan te zien hoe Dr. Phil ze oplost. Ik heb er ook heel veel van geleerd. Ik kijk het al vanaf 14 of zo. Ik weet niet. Toen kwam het nog gewoon op RTL 4 om 5 uur altijd. Ik weet nog dat ik een keer, ik was bij de bushalte en de bus was te laat. Waardoor ik dus Dr. Phil zou missen die dag. Toen ben ik naar huis gerend. Jongens, ik overdrijf niet. Ik ben gewoon van station naar huis gerend. Is niet super veel. Is een kwartier. Te voet. Ik ben naar huis gerend om het gewoon te halen. In die tijd had je nog geen RTL gemist en zo. Ik weet niet of het nu nog wordt uitgezonden, maar bij RTL gemist is het er gewoon nog elke dag. Dus elke dag tot de dag van vandaag kijk ik Dr. Phil. Doordat ik dat ook zo lang kijk, heb ik ook heel veel geleerd over de psychologie van mensen. Waardoor ik nou ook heel veel dingen begrijp die mensen niet begrijpen. 33, en dat is ik hou van Nederlands eten. Ik weet dat niemand daarvan houdt. Ik hou ervan heel erg raar. Ik ben een Marokkaan die houdt van Nederlands eten. I love it. Stampot. I love it. Aardappelen met zo'n groente en vleesje. I love it. Ik weet niet waarom. Maar ik vind het gewoon super lekker. Ik hou ook van ander eten. Ik hou niet van Marokkaans eten. Super raar. Ik vind het gewoon niet lekker. Ik hou voor de rest wel van alles. Thais eten, Chinees. Maar ik hou ook gewoon van stampot en dat soort dingen. Oké, next up is ik kan niet koken. Ik ben geen goede kok. I just can't. Ik kan wel gewoon eten maken. Als je gewoon mij een recept geeft, kan ik het gewoon maken. Ik hou gewoon het recept aan en klaar. Maar ik zal nooit een gerecht gewoon kunnen bedenken from scratch. Oké, next, even kijken. Curry. Ik doe in al mijn eten curry's. Ik weet niet waarom, maar dat maakt het gewoon lekker voor mij. Ik hou niet van ketchup en ik hou niet van mayo. Allebei niet. Ook wanneer ik gewoon iets als macaroni of zo eet, curry. Curry erin. Ik vind dat gewoon lekker. Ik doe dat gewoon overal in. Jongens, ik ben echt net een kind. 36. En dat is, even kijken. Ik speel al The Sims mijn hele leven. Nu ook nog. Sims 4. En mijn zus speelde het al vanaf Sims 1 of zo. En ik weet nog vroeger, toen was ik nog heel klein, dat zij dan Sims aan het spelen was. En ik pakte gewoon een stoel en ik ging naast haar zitten kijken naar hoe zij Sims speelde. Ik deed verder niks. Ik zat gewoon naast haar. Urenlang, uren jongens, af en toe tot 4 uur 's nachts speelde zij de Sims en ik zat gewoon naast haar te kijken. Ik keek naar hoe zij speelde.
heel dom, maar dat vond ik gewoon leuk. En nou speel ik het ook gewoon. Volgende feit is, ik adem slecht. Ik heb verder geen astma of zo. Ik adem af en toe niet helemaal door. Dus als je zo inademt, dan gaat het gewoon helemaal door. Maar met mij wordt het af en toe zo gestopt te vroeg. Ik ben ook heel snel benauwd, zoals in de douche. Ik kan ook niet in een sauna. Kan ik gewoon niet, want ik word te snel benauwd. Ik kan ook max 10 minuten staan in de douche. Niet meer. Nummer 38. En dat is, ik draag altijd hakken. Ik draag super vaak hakken. Ik vind het gewoon prachtig. Ik draag altijd hakken. Wanneer ik hakken kan aandoen, draag ik hakken. Ik hou van hakken. Ook echt hoge hakken. Hè? Niet kleine hakken, echt gewoon 12 centimeter en zo. Next up gaat over mijn zus. Ik heb dus een zus. Ik heb dus mijn pleegzusje. Die is jonger dan mij. Maar ik heb ook gewoon mijn biologische zus. En die is 10 jaar ouder dan mij. Zij heet Samira. Je kent haar misschien wel. Ze is ook wel eens gewoon op mijn kanaal geweest en zo. En zij is 10 jaar ouder dan mij. Ik ben 26, zij is 36. Next up is een beetje een meer, ja, sneuïge feitje. En dat is, mijn vader is overleden. Ik ben sowieso opgevoed door mijn moeder. Maar mijn vader heeft gewoon altijd bestaan. Is ook gewoon af en toe hier en daar gewoon er geweest. Maar hij is dit jaar nog overleden, begin van het jaar. Ik had dat ook toen nog gedeeld op mijn Instagram en zo. Dus een heleboel mensen weten het al. Hoe is hij overleden? Hij had kanker in zijn buik. Nummer 41. En dat is, ik ben heel erg lomp. Dat heb ik ook net soort van verteld. Heel vaak blauwe plekken. Nou, ook op mijn been heb ik 2 grote blauwe plekken. Waarvan ik gewoon niet weet hoe het komt. Dat is ook weer zoiets. Ik weet dan gewoon niet hoe het komt. Dan heb ik gewoon ineens random een blauwe plek. Heel erg raar. Even kijken. Nummer 42 is, ik ga nooit uit. Ik ga niet op stap. Ik ga wel dingen doen. Zoals, ja, iets drinken, restaurants en dat soort dingen. Maar ik ga nooit naar clubs. Nooit. Ik hou niet van clubs. Ik ben ook niet echt een nachtpersoon. En ja, ik ga gewoon nooit uit. Nooit naar clubs. Ik ben er wel eens geweest hoor. Ik ben er gewoon vaak geweest vroeger en zo. Gewoon om gewoon mee te gaan. Maar ik vermaak mij gewoon echt nooit. Dus ja, ik ben er gewoon mee gestopt. Nummer 43. En dat is, ik drink geen alcohol. Ik drink geen alcohol. Ik rook niet. Ik doe geen drugs. Ik beloon niet. Ik doe helemaal niks. Heeft verder ook niet echt per se iets te maken met geloof. Want als ik het wilde doen, dan had ik het gewoon gedaan. Nummer 44 heeft ook iets te maken met mij als impulsief persoon. En dat is, ik maak snel beslissingen. Ik ben niet een persoon die heel lang nadenkt over een beslissing. 45, en dat is, ik ben opgegroeid en ik woon nog steeds in een huis met alleen maar vrouwen. Wat ik al net zei, mijn vader was er niet. Maar ik heb ook geen broers. Dus wij zijn letterlijk een vrouwenhuis. Is super, super leuk. Hoe leuk is het als je gewoon met allemaal vrouwen woont? Het kan ook wel een beetje vervelend zijn. Zoals, ja, we hebben niet echt een man in huis die de handige dingen kan doen. Dus, en wij zijn allemaal niet echt heel handig. Dus als er iets kapot gaat, wordt het niet 1, 2, 3 gemaakt. Dus dat is dan wel weer vervelend. Let niet op mijn lippen, want ik heb het hier gisteren opengetrokken. Nummer 46. En dat is, ik heb heel veel verschillende kleuren haar gehad. Alles. Ik ben blond geweest. Ik ben 2 keer blond geweest. Ik heb rood haar gehad. Ik heb heel donkerblauw haar gehad. Ik heb ombre gehad. Dus onder blond en daar en hier gewoon donker. Onder rood heb ik ook gehad. Ik heb echt bijna elke kleur haar gehad. Maar nu heb ik gewoon weer zwart, want ja, ik wil mijn haar niet meer helemaal beschadigen. Oké, wat ga ik doen met de lippen? Ik dacht aan paars. Ja, ik ga voor donkere paarse lippen. Als lippotloodje gebruik ik deze. Dit is in de kleur Scorpio. En deze Essence Lipstick in de kleur 08 is zo'n donkere paarskleur. Dit kan ik niet doen en praten, dus dit ga ik gewoon eventjes snel doen. Feitje nummer 47. En dat is, ik houd van de bioscoop en ik hou van films. Ik ga super vaak naar de bioscoop. Zodra ik gewoon een leuke film zie, jongens, ik ben daar, hè. Ik ben daar gewoon echt. Nummer 48 is, ik lees nooit boeken. Ik zou echt heel graag een persoon willen zijn die leest, want dat vind ik echt iets heel goeds. Maar ja, I don't like it. Ik heb het geprobeerd, wat ik ook lees. Ja, ik vind gewoon helemaal niks. Ik ben echt meer van de films en zo. En gewoon visueel, gewoon dingen echt zien. Nummer 49 is, ik ben een vroege vogel. Ik sta altijd vroeg op. Het is ook nou 11 uur. Ik ben al wakker vanaf 8 uur. Random, want ik hoef niet wakker te worden. Hè? Ik heb geen normale 8 tot 5 baan. Dus het zou helemaal niet hoeven. Maar ik ben altijd een vroege vogel geweest. Vroeger werd ik echt wakker om 6 uur en zo. Even kijken. En de allerlaatste, nummer 50, is, ik hou niet van McDonald's.
Ik vind het gewoon niet zo lekker. Ik kan het wel eten. Ik heb ook af en toe hier op mijn kanaal mukbangs gedaan. Van de McDonald's en zo. Maar dat is eigenlijk meer omdat dat de enige drive-thru iets is hier in de buurt. En ik heb dan geen zin om ver weg te gaan. Dus dan ga ik maar daarheen. Maar het eten, ik bedoel ook echt het eten. Ik bedoel niet het, de milkshakes en zo. Dat vind ik allemaal echt heerlijk. En zo, ijs en zo vind ik echt heerlijk. McFlurry M&M's. Maar echt het eten. Ik vind het niet zo. McDonald's is niet het eerste waar ik aan denk als ik honger heb. Nou mensen, dit was het dan. Dit was de Get Ready With Me met 50 feiten over mezelf. Ik hoop dat jullie me nou iets beter hebben leren kennen. En voor de vaste abonnees, ik denk dat jullie best wel veel al gewoon wisten. Ik hoop ook dat jullie de make-up look weer leuk vinden. Het is een beetje anders. Dit soort looks maak ik niet heel vaak. Het is ook een matte look. Dat doe ik sowieso al niet vaak. En donkere lippen doe ik ook niet heel vaak. Dus het is een beetje een ander soort look. Ik vind het gewoon heel belangrijk om continu weer hele andere soort looks te maken. Want ja, dat is ook leuker voor jullie. In plaats van altijd maar dezelfde 3 looks te zien. Dus ja, ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Als je nog vragen hebt over iets. Of gewoon mij iets wilt laten weten. Laat het me dan weten onder deze video in de reacties. Want dat vind ik altijd heel erg leuk. Ik vind het altijd super leuk om van jullie te horen. Weet je dat ik mij pas nu besef dat gewoon mijn achtergrondlicht heel daar niet aan stond? Had niemand dat maar even kunnen vertellen? Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!